tussen, dus ja, je maakt ook een den erin maken. En in het midden van de boom doen we met twee reepjes eraan en dan ging een stuk naar boven, een stuk naar onder. Oh, dat is een verdelenblok, ja, natuurlijk. Een verdelenblok. Dan hebben ze drie verschillende strengen eraan. Ja, maar dan kunnen maar 10 aan elkaar koppelen, 100 meer. Dan. Mijn naam is John Bonthuis. Ik ben penningmeester van de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo. En ik verzorg het plaatsen van de kerstboom in de vijver. Het is een kerstboom van de gemeente Almelo. En dat begeleid ik. Dit jaar is het anders dan andere jaren. Ja. In het verleden was het zo dat elk jaar kregen wij zo'n beetje 20, 25 meldingen. Dus er was een heel gedoe om al die bomen te bekijken. Het laatste jaar was het al minder flink, ja, was het zo'n 10 bomen en van het jaar waren het er maar 6. En van die 6 waren de 2 helemaal niet goed. 2 die stonden te ver bij de mensen, bij de leverancier in de tuin waar dus de kraan niet bij kon. 1 was een hele mooie, die stond in Aardort, was een hele mooie grote. En die kon om een of andere reden kon de firma Looms die ook daar niet weghalen. Nou, nu zijn we zover dat deze boom geleverd wordt, is besteld, laat maar zeggen, door via de Stichting Sfeer Binnenstad Almelo. En ja, hij komt uit Assen zelfs. Het is even een hele rit. Heerding heeft dit voor ons nu dit jaar verzorgd. En ja, die heeft de boom overal bomen gezocht. En dat was ook al een moeilijkheid. En we zijn uitgekomen op deze boom. In de toekomst, zo heeft u gezegd, zal het steeds moeilijker worden om een geschikte boom te vinden. Zo ik het nu bekijk, ja, zal het steeds moeilijker worden. Ja. Voorlopig is er eentje. Ja. Er wordt er ook nog eentje op de Kornmarkt geplaatst. De Kornmarkt, dat is een hele mooie boom. Die is ook niet zo heel groot. Die wordt maandag of dinsdag wordt die op de Kornmarkt gemaakt. En die staat zelfs hier binnen in de stad, een boom, die mensen die hem graag kwijt willen. Dus dat was geen probleem. Voorlopig kunnen de inwoners van de gemeente Almelo weer genieten van de kerstbomen. Ja, ik hoop het.